mijn naam is Marcella en ik ben 20 jaar en ik studeer aan het Alphen College. Op dit moment studeer ik nog facilitair leidinggeven aan de Kluiverboom in Groningen. Wat is facilitair leidinggeven nou precies en wat houdt de opleiding eigenlijk in? Dat ga ik jullie nu vertellen. Als facilitair leidinggevende ben je vooral bezig met de huishoudelijke diensten binnen een bedrijf. Een bedrijf zoals het ziekenhuis, de horeca, hotels of een ander groot bedrijf. De taken die bij een facilitair leidinggevende horen zijn onderhoud van gebouwen, zorgen voor de voedselvoorziening en alles wat nog meer bij de huishoudelijke diensten komt kijken. De opleiding facilitair leidinggevende is onwijs breed en je kunt er heel veel kanten mee op. Denk hierbij aan hoofd van het facilitair in het ziekenhuis, hotel, horeca en een ander groot bedrijf, zoals misschien wel de Jumbo. Elk bedrijf heeft eigenlijk wel een klein stukje facilitair in zich. In het eerste jaar leer je vooral omgaan met de opleiding en met gasten en klanten. Je leert dus hoe je met ze moet aanspreken, hoe je gasten netjes benadert. En je leert natuurlijk kennis maken met je leraren. In het eerste jaar heb je ook een klein deel praktijk en theorie. De praktijk bestaat vooral uit werken in de catering in de kantine. Onwijs leuk. En je leert ook een stukje schoonmaak. Dat is wat minder leuk, maar het hoort erbij. Ook hebben we op het Alphen College vergaderruimtes die wij verhuren aan externe bedrijven. Externe bedrijven kunnen dus een vergaderzaal huren op onze school. Dat betekent dat er bij de vergadering ook koffie en thee zal worden geserveerd. De koffie en thee wordt dus verzorgd door de facilitair leidinggevende van het eerstejaars. Ook ga je in het eerste jaar 10 weekjes op stage. Daarbij hoort natuurlijk ook een verslag die je moet schrijven over je stage. In het tweede jaar mag je je eigen onderneming verzinnen en verder uitwerken. De leraren laten je hier een heel erg vrij en helpen je natuurlijk waar nodig is. Ook ga je in het tweede jaar een verhuisplan schrijven. Dat betekent dat je een groot bedrijf mag verhuizen naar een andere locatie. In het derde jaar, maar ook tevens het laatste jaar van de opleiding, ga je allemaal examens afronden. Dit zullen vooral landelijke examens zijn zoals Nederlands, Engels en rekenen. Ook heb je in het derde jaar je eindstage. Een eindstage die bedraagt 20 weken. In deze 20 weken ga je grote opdrachten doen die je aan het eind van je stage gaat presenteren aan de stageopgeleiders vanuit school en vanuit je bedrijf waar je stage loopt. De vakken die je kunt verwachten op deze opleiding zijn Nederlands, Engels, rekenen, praktijk, ondernemingsplan, verhuisplan en wat kleinere vakken die je de gedurende 10 weken hebt en waar een opdracht is aangekoppeld. Dan een klein stukje over de leraren. De leraren zijn onwijs leuk op deze opleiding en laten je dingen heel veel zelf doen. Ze laten je dingen allemaal lekker zelf uitzoeken en helpen natuurlijk waar nodig. Ze kijken naar je kwaliteiten en spelen daarop in. Waar je moeite mee hebt, helpen ze je. Gedurende de opleiding van 3 jaar heb je eigenlijk alleen maar dezelfde leraren. In deze 3 jaar bouw je natuurlijk een hele leuke band op met hun. Het toekomstbeeld van deze opleiding is erg groot. Je hebt heel veel mogelijkheden. Je kunt natuurlijk doorstromen naar het HBO, facility management, werken in een horeca, werken in het ziekenhuis of bij een groot bedrijf. Met deze opleiding mag je dus mensen aansturen en ben je een echte leidinggevende. Dus meld je snel aan voor deze opleiding. Doeg!